welkom in deze nieuwe video van Polestar. Vandaag is er een kaartje toegekomen. Happy New Year. Kijk eens hoe leuk. Wat het echt is. Er staat op, we wensen jou een fijne feestdag dagen toe. En de beste wensen voor 2021. En een warme, liefdevol geluk en een gezond coronavrij. Veel groetjes van Lisa, Bart en Zoontje. Dat is echt wel heel mooi. Ik ben heel blij mee. Dankjewel voor het kaartje. Super blij mee voor het kaartje. Dus, zo word je er eigenlijk al blij mee eigenlijk. Zoveel kaartjes bestaan eigenlijk. Altijd. Dat is ook zo'n beetje, denk ik, een kaartje. Wat dan in een briefvorm. Maar heel veel kaartjes gekregen eigenlijk. Ik vind dat nu nog een kaartje. Kijk, leuke kaartjes. Fijne feestdagen, Sil. Geniet van de kleine dingen en de warmte van de mensen rondom jou. Dat klopt, hè. Die heb ik ondertussen gevonden, hè. Groetjes, Sarah. Het is wel een heel mooi kaartje. Dankjewel voor het kaartje. Nou, dan is het zo wat. Er zit hier nog kaartjes tussen. Dat is een boekje. Folder van een Aldi. Maar die hebben we niet. Dat is ook super leuk. Misschien een kaartje. De kaartjes worden allemaal ook opgehangen. Dus je ook een kaartje wilt sturen. Geen enkel probleem. De kaartjes worden allemaal opgehangen daar. Zodat je kan zien. Dus alle kaartjes worden goed bewaard. Want ik hou heel van kaartjes. Dus als je een kaartje wilt sturen. Dan kan dat gewoon. Dus gewoon even het adres invoeren. En dan kan je het opsturen. Ik laat niet te lang in beeld, want dan, ja. Ik heb trouwens nog, dat is onze bellyhaas gevallen van. Dus ik heb nog een hele mooie tekening gemaakt trouwens. Kijk, ik ga even laten zien. Kijk, dit is de tekening. De mensen die, ik weet het, ik kan niet zo goed tekenen, maar ik vind toch dat het heel goed gelukt is met het vet tekenen. Dus vind ik wel. En dan heb je ook Enzo zijn tekening. Voor gieten en silken. Gotje, of vuurwerk is gestart. Voilà. De naam heb ik zelf geschreven. Dus ben je mooi. Heeft ze nog een tekening gemaakt trouwens? Voor zijn peker, nou ja. Voor, voilà. Vind ik heel mooi gedaan eigenlijk. Echt zo vuurwerk. Ik heb hem ook maar een aantal kleurtjes gegeven, omdat hij, als hij te veel kleurtjes heeft, stikt hij die in zijn mond. En dat is niet zo plezant natuurlijk. Dus daarmee heb ik maar een beperkt aantal stiftjes gegeven om te kleuren. Ik heb ook speciale stiftjes. Dus misschien wel gewoon om te vertellen. Ik zal ze even erbij pakken. De stiftjes. Dus dat zijn zulke stiften. Heel goed voor baby's. En zoals je 1 jaar bent of zo, of 2 jaar. En dat is eigenlijk zoiets. Precies een lippenstift eigenlijk, of een lijm. Een soort wasco eigenlijk. En als je dan ermee kleurt, dus, dan ziet dat er zo uit. Eigenlijk is het ook. Dat is eigenlijk een beetje. En dat gaat ook wel heel gemakkelijk van de hand. Dus als je dat op je handen doet. Zie je, dan kan je dat er gemakkelijk afwrijven met een natte doek. Dat komt ook gemakkelijk, je ziet het is er ook al bijna af. Dus zijn echt wel goede dingetjes eigenlijk om te doen. Je hebt het ook in het zwart. Dus dit zijn eigenlijk dingetjes waar je eigenlijk het meest mee kleurt. Dus dat is echt wel een goede grief. Waar heb je dat gekocht? Dat was ooit eens in de Aldi ding dat ik dat gekocht heb. Toen was dat eens een actie. Waardoor dat je dat kon kopen. Nu gaan we een kaartje schrijven trouwens. Want er is iemand jarig. En als iemand jarig is, dan schrijven we een kaartje. Het is wel al te laat sowieso. Dus sorry Steen. Het kaartje te laat is. Maar dat is niet mijn. Ja, het is een beetje laat verstuurd. Soms is groot. Het kaartje ziet er zo uit. Ik gaf een aapje. Rabi heeft ook een aapje gekregen trouwens. Dus dan gaan we dat eventjes schrijven.
zo'n. En elke trouwens ook. Ik geef iedereen eigenlijk altijd een app. Mijn moeder geeft ook altijd een app. Dat is zo. Daarmee maken ze heel veel kaart met apen, zodat je dat ook kunt verdelen. Dus, voilà. Van chill. Snuffel. Muffin. En natuurlijk kiesteltje. Zo. Voilà. En dan gaan we dat zo opsturen met adres erop en postje op. En dan versturen we dat naar de juiste richting. En dan krijg je zijn kaartje. Het is wel een mooie envelop, vind ik, zo oranje. Er liggen ook al cadeautjes onder de boom. Ik had even, want dat heb ik ook al gedaan. Cadeautjes eronder de boom gelegd. Dus daar zie je ze. Dus een push. Die verwacht gewoon de cadeautjes. Ik wil cadeautjes. En een lege boom. Oh nee, dat is een ander liedje. Dus, en hier liggen ze, de cadeautjes. Voor ieder wat wils. Het roosje is namelijk voor Enzo. Dus, mijn juffrouw gebracht. En dan heb je dus allemaal cadeautjes. Dat van die leeuwkoning is voor de kind. En ik heb mijn papier hergebruikt. Er zit ook nog een koning, zie ik. Ja, cadeautjes voor jou, hè. Wees maar braaf. Dus het is allemaal een beetje voor hun, eigenlijk. Voor mezelf is er geen cadeau. Ik moet ik jezelf een cadeau geven, dus dat heb ik niet gedaan. Dus, maar voor de konijnen en zo allemaal wel. Er moet nog een nieuwe lampjes in, de boom. Want die hebben ze kapot gebeten. Dus die moeten er nog in. En ondertussen zit de kat daar een beetje. Kietje. 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 Is goed bezig. Zie je ze ook nog eens. Je kijkt ze naar hier. Wat is het? Dus dan gaan we eerst de stofzuigen. Stofzuigen. Zo.
kruisje moet goed gebeuren. Hè. Dus dat hebben we echt. Zo. We gaan de kaartjes posten. Zo vast. De garage wat even boven zijn, hoe belicht, jongens. Dat klinkt beter. Het is wel wat koud buiten. Nee, dat is op zich niet erg. Hè. Stijn is dus jarig, gisteren was Stijn jarig. En ik heb een kaartje, dat hebben jullie kunnen zien, dat ik geschreven heb. En dan gaan we nu posten eigenlijk nog een kerstkaartje. Ook. Het was leuk eigenlijk om jullie mee te pakken in het verhaal. Er gebeurt wel niet zo heel veel vandaag. Dus, maar ja, ik kan niet veel aan veranderen natuurlijk. Het oudjaar gaat ook wel leuk worden, denk ik, om een video te maken. Vooral het einde zal spectaculair zijn. Ik kan nog niet veel vertellen, omdat ze moeten het nog, als ze de vlog zien, dan weten ze dan normaal gezien. De vlog die ik nu oppak staat normaal gezien gepland op 3 januari. Dus dan is nieuwjaar gepasseerd, maar toch wel voorzichtig erin om een geheime prijs te geven. Want ik heb heel veel geheimen, namelijk wat ik van plan ben om te doen leuke dingen. Die zijn misschien wat minder leuk van me. Maar dat ga je wel horen in de video, hoe dat we dat gaan doen en zo'n ding allemaal. Dus dat ga je binnenkort zeker en vast allemaal wel zien. Het was nu al zondag de kerst. Video al gepland had op kerst, dus nu zal het anders verlopen, ja, de busje. Het is echt koud, het gras is ook nat, mooi op lopen, dus er worden natte voetjes. Zo, ja, het is al goed vol, op 10 uur wordt hij geleegd, dat is positief, hè? We zijn niet benieuwd. Hoe lang het onderweg had zijn. Het ene moet naar Kroken Heijs van Zee. Dus moet je naartoe. Het andere een beetje in de buurt. Dus we gaan wel op tijd aankomen. Het verjaardagskaartje is toch altijd laat. Kerstkaart. Het zijn de kerstkaartjes, nieuwjaarskaarten. Dus kom ik op tijd aan. Dus geen probleem. Dus ja. Ik hoop een beetje door. Het is ook veel lawaai nu. De micro is trouwens kapot. Dus de micro. We moeten eens kijken voor een nieuwe micro en zo'n ding allemaal, maar dat komt wel in de toekomst wel in orde. Als je zo de hele tijd op TikTok zit, dan heb je altijd zo heel veel muziek in je oren eigenlijk, in je hoofd. Dus je gaat kun je zien die je wilt doen, waar je wilt op dansen en zo, dat is dat echt in je hoofd. Zo. Al die dingetjes, dat is echt grappig, dat het dan echt in je hoofd zit. Dus nog steeds op zoek naar zo'n stok om jullie vast te pakken, dat dat wel makkelijker gaat zijn. Want we zijn er weer bijna. Krijt is trouwens ook. Eens kijken of ik nog krijt heb. Zo. Je weet dat ik veel doe met krijt, hè. Dus ik ga eens kijken. Ik heb nog in die plas ook nog. Ik heb trouwens dit aan. Koud. Eens kijken hoe ik het kwijt heb. Doe die door? Ja, draai door. Ik dacht even dat het van je naast was of zo. Krijt. Maar heb ik altijd heel veel krijt. In de laatste tijd. Nee, ik dacht dat er nog wel eentje was. Dus even kijken. Ik er nog in. Ja, er is nog één. De scheutjes. Alles. Een beetje een grappen. Van krijt. Ze weten. Ik heb wit. Zo.
Hij zit hier ook niet. En zo. Maar het heeft geregend, hè. En dan weg. Daar, en dan zijn we klaar. De krijt is bijna op. Het is echt het laatste. Voilà, weet van. Altijd. Dus ik hoop dat je dit een leuke video vond. Zeker de omhoog. Niet te abonneren. En morgen zijn we weer. Hier overbelicht. Oh, is het overbelicht. Ik heb zelfs groen. In mijn ogen. Ik zal waarschijnlijk dan voor je vestje komen. Ik wil binnenkomen. Uit echt die planken te schollen. Daar zitten ze in ons toebie. Kippetjes. Dat zijn gewoon één. Dit is gewoon alle bijnamen die je maar kunt indenken. En hier zitten ze. Mijn vriendin is er gewoon. Tot ziens.